Dit gaat fout! En Egbert choked hem gewoon. Ik choke hem! Oh, dit? Maar ook dit is een KPN topplay, laten we eerlijk zijn. Ja, dit... Dames en heren, welkom en leuk dat jullie kijken naar Legends of Gaming. Vandaag zijn wij safe. Heel chill, Steven is safe, jij bent safe, Don is safe, ik ben safe. Maar die gasten achter ons zijn niet safe. Hey, even je best doen, hè? Vandaag gaan we spelen voor de Elimination Zone. Die is namelijk de volgende aflevering. En dat zijn drie van hun die er naartoe gaan. Eén van hun is safe. We spelen vandaag Turbo Golf Racing. Nou, laten we kijken. Het klinkt wel als een fantastisch spel. Ik ben benieuwd. Take it away! Ja. Het is inderdaad spannend. Vandaag kan één iemand zich hier nog uitridden. En de andere drie die moeten het opnemen tegen de Mystery Legend voor hun plekje in het toernooi. En vandaag spelen we een soort combo van de afgelopen twee afleveringen. We hebben een deel racen en we hebben een deel golf. Iemand heeft hier een soort combo van gemaakt. En dat heet Turbo Golf Racer? Turbo Golf Racer? Turbo Golf Racing. Turbo Golf Racing. Turbo Golf Racing heet het. We gaan zo meteen proberen zo snel mogelijk met de auto de bal in het hol te krijgen. En dat moet zo snel mogelijk. Hoe vaak je hem aanraakt, dat telt niet mee, zoals bij een normaal golf. En de eerste die twee rondes wint, die speelt zichzelf veilig. Ik ben heel benieuwd. Ik heb dit nog nooit gespeeld. Nee, niemand van ons heeft dit ooit gespeeld. Nee. Maar je kunt het wel spelen met Xbox Game Pass. Oh, kun je dat spelen met Xbox Game Pass Ultimate? Ja. En als je daar meer over wil weten, moet je op het i'tje klikken hierboven? Ja. Wauw. Dat vind ik dus amazing. Ik ben wel benieuwd naar dit spel, man. Ik weet nog even niet wat ik me erbij moet inbeelden. Hoe bedoel je? Ja, hoe bedoel je? Turbo Golf Racing. Oh, maar we zitten met Pale Dragonfly 4. Ja. Oh, wow. Nee. Dat is een iconische golfbal racing. Hoe heet dat ook alweer? Maar wie denken jullie nou echt dat dit gaat winnen? Pale Dragonfly 4. Nee, van de 4. Ik denk dat Daniel wel een voorgevoel voor golf heeft. Precies. Ik denk wel dat hij het een beetje kan. Maar Puck en Marije hebben al net al geoefend met golf. Hè? Dat is waar, maar dit is met auto's. Dit is fantastisch. Vind het nu al... Heeft iedereen zijn eigen bal? Ja. Ik denk het wel, ja. Ja, ik ga gewoon waarschijnlijk... Daar gaan we! Oké. Oké, let's go. Dit is goed. Ik snap Rocket League. Volgens mij snap ik dit ook wel. Wat is remmen? Zijn jullie daarover uit? Zo, wel een vet spel eigenlijk, man. Ik wil ook wel eventjes. Ja, wil je ook naar de Elimination van? Eigenlijk kan je het beste iedere keer net niet eruit gaan. Dan mag je gewoon gamen. Ga ik de goede kant op, is de vraag. Jongens, iets met remmen? Oh god, ik heb mijn bal out of bounds gegooid. Oh, dat kan ook nog. Helemaal kut. Waar is mijn bal? Dit moet ik hebben. Waar is mijn bal? Oké. Heb je hem er al in zitten? Dit is goed te doen! Nee. Ik weet niet waar ik ben, maar dit is niet goed. Oké, netjes. Nee. Hij is binnen. Nee! Oh. Jongens! Wie is de graaf? Jij bent de graafmachine. Ja, tuurlijk ben ik de graafmachine. Nee. Maar graafmachines die... Als er één ding iconisch is aan graafmachines, is dat ze heel snel zijn natuurlijk. Nee, je kan niet remmen. Nee, wel. Ja. Zo'n naam persoon. Nee, dat is natuurlijk LT. Ja, waarom weet ik het ook niet. Oh, dit gaat puur op tijd dit? Ja. In tijd. Maakt niet uit hoeveel stoten je doet. Wow. Het is puur op tijd. Oké. En het is, je hoeft hem niet per se in het gat te krijgen. Er is zeg maar een soort zwaartekrachtstraal. Maar als je hem daar al in hebt, dan valt hij naar beneden. Oké, dus dan moet alleen de straal raken. Ja. Maar die Bill Dragonfly die is gewoon niet gefinished. Hij is ermee gekapt. Dat is alleen maar mooi. Ik mis hem, man. Ik mis hem. Wauw. Ja, je mist hem? Mag ik een 1 in de comments voor Bill Dragonfly 4? Ja, is echt voor een turbo-stap of zo. Oh. Ja, ik weet alleen niet... Ik weet niet waar mijn bal is. Kunnen we hier doorheen? Goed, waar we naartoe moeten. Ja, joh. Volgens mij... Ja, maar ik weet niet waar die is. Oh, nee. Ik ben van de map afgesodemieter. Ik weet oprecht niet waar ik ben zelf van de map afgesodemieter. Is dat mijn bal weg? Ik heb het idee dat Egbert wel heel goed is, jongens. Ja, ik heb het gevoel dat hij het ook wel vaker heeft gedaan. Kijk dan. Oh! Hij is er al, Wat, heb jij hem alweer binnen? Bijna. Oh, maar ik ook bijna. Wacht even. Oh, come on, net ernaast. Lekker man, lekker. Dit voelt goed. Ik heb en de car en de bal out of bounds. Lekker maat. Nou, daar ben ik voor. Ik ben trots op jou.
Dit gaat hem een stuk beter af dan die F1-game. Ik vond dat jij in die F1-game wel beter was. Ja? Ja. 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 Nee, ik weet niet hoor. Misschien is het omdat Max Verstappen hier niet in zit. Zit Max Verstappen hierin? Kom, Daniel! Ja. Yes, 5 seconden! Netjes, netjes. Oké. Okay. Ik heb een complete overschatting gemaakt over Daniel. Ik dacht, die heeft het wel in de heupen zitten. Dit gaat niet goed. Ja, dat dachten we inderdaad allemaal, dat Daniel wel... Ja, dat racen ging hem net prima af. Ja, racen en hij kan golven. Je kan racen, je kan golven, dan kan je dit ook, zou je zeggen. Zou je zeggen. Jongens, ik sta goed voor. En dit is de laatste map. Ik voel me hier goed over. Ja, niet choken, hè, Egbert. Ja. Wat zeg je nou? Niet choken, hè. Ja. Je bent er nog niet. Je gaat er jinxen nu, je gaat er jinxen. We gaan er weer voor. We gaan er weer voor. Hoppatee. Hop. Oh, dit is de mijne. Uh-oh. Ik ben gewoon af en toe mijn bak kwijt. Oh, nee. Ik maak een foutje. Oh. Ja, maar dit ding gaat helemaal de verkeerde kant op, jongens. Die bal ligt helemaal out of... Nee! Ik choke hem! Oh, Egbert, wat doe je nou? Ik ben hem aan het choken op dit moment! Nee, ik ook! Nee! Kent iemand de heimlich? Egbert is aan het choken. Oké, ik ben binnen. Nee, gaat mis. Jongens! Nee! Oh, wacht even, gaat even fout. Ja, nee. Oh, ja, oké. Die bal ligt boven. Hoe kom ik weer boven? Nee, het lukt even niet. Wacht even. Ben je alweer binnen? Het lukt me niet. Ik denk dat ik veilig zit. Ik denk dat ik safe zit. Het wil even niet. Ja, daar ben ik. Ja. Oh, dit gaat niet zo als gepland. Nee, had je andere planning? Ik raak dan zeg maar, als ik dan rijd ik voorbij die bal en dan komt er een innerlijke paniek. Ja. Ik weet het niet. Druk op B! Je hebt die supergrote laser. Ja, die had ik door. Kijk, druk op B! Ja, dan met zit ik niet lekker meer in de baan. Come on! Oh, net laat. Flauw. Dat vind ik flauw. Ik zei nog, druk op B! Ja, dat hoorde ik ergens in de achtergrond. Ja, dat was ik. Dit is... Volgens mij? Ja, dit ben jij. Ja. Heb ik zo'n puntje binnen, jongens? Wat gebeurt hier nou? Een puntje. Dit voelt heel goed. Ja, doe je lekker. Dit voelt heel goed. Ik ben heel blij voor jou. Maar... Ja, iets minder voor mezelf. Nu zijn we natuurlijk een beetje warm gespeeld. Ik snap het spelletje allemaal een beetje. Dus nu gaat het echt spannend worden. Mm-hmm. Als ik nu nog een rondje win, dan zit ik veilig. Ja, en wij niet. Dat gaat heel goed voelen. Ja. Maar wie weet. Want ik zag... Daniel die zat me wel op de hielen, zeg maar. Ik doe mijn best. Ik denk dat jij het niet meer gaat laten varen. Ik hoop ook dat ik het niet meer ga laten varen. Ik hoop dat jij de boot gaat missen. Jij hoopt dat ik de boot ga missen? Ik hoop dat jij de boot gaat missen. Ik ga die boot niet laten varen. Nee, jij gaat de boot niet laten varen? Edit hier een foto van mij toen ik klein was bij. Op een boot. Dat is die meme toch? Op de boot? Huh? Ik zie allemaal TikTokkers die doen dan een foto van hoe ze, dan ze één waren. En dan, je hebt de boot gemist en zijn ze opeens nu een soort van net niet aantrekkelijk. Net niet aantrekkelijk, ja. Echt vet, ja. Nou ja, wat dat betreft past het goed bij jou. Thanks man. Oké, let's go, jongens. We gaan er weer voor. Zijn we dezelfde maps? Het lijkt lijken de maps de hele van tijd op elkaar. Hetzelfde. Oeh, ja, dit is een leuke map. Ja, deze is leuk. Map, ja, hoor. Van alle mappen is dit mijn favoriet. Dit is mijn favoriet, ja. Oh. Oh. Ik heb mijn bal naar boven geschoten, maar ik ben er zelf niet. Ja, dat is ook nog een ding. Je moet natuurlijk wel mee met je bal. Goed, Tuske, dit is de tactiek. Nee, niet roepen, want dan gaat het fout. Ik heb bed. Nee, kijk, zie je? Zo, is dat dan maar rijden als eerste? Wat doe jij nou? Ja, dat is waarschijnlijk een ongelukje. Wat doe jij nou? Nee. Ohne meid. Dit gaat fout. That was me. Maar dat ging echt ook als de bliksem. En echt bij choken. Ik choken. Wie was tweede dan? Ik was tweede. Oh, lekker. Ja, maar niet easy man, easy. Oké, alsnog gefinished. Goede game. Goede game. Ik sta laatste. We zijn er nog, het wordt gewoon een easy dub voor Egbert, maar dat valt wel mee. Nee. Maar tegenstand is gevonden. Hoppakee. Oh! Dat vind ik jammer. Au, ik ben opgeblazen. Oh, sorry man. Maar jij gaat gelijk soort straks passen. Ik ben gewoon echt aan het focussen op Marije. Ik denk dat Marije echt vuren! Ik weet niet waar dat dat is niet oké. Okay. Oh, Marije! Ja. Hoezo mis ik dit ineens? Waarom ga ik dit in de baan af? Oh, dit is niet goed. Out of bounds. Ja, Marije gaat toch niet... Nee, dat is waarschijnlijk een lange shot die vorige. Ja. Marije, druk op B! Oh! Niet op B, laat B doen. Hij moet de andere kant op. Ik ben... Zo!
Puk die gaat gewoon voor die dub. Nee, kijk, zie je jullie? Ik hoorde weer iemand mijn naam roepen. Kijk, nou moet ik rust pakken. Ja, ik moet ook even rust pakken. Ja. Kijk, dat is gewoon subtiel. Dat is lekker. Mooi. Nee, kijk, ik hoorde jullie alweer mijn naam roepen en ik had alweer veel paniek. Hoppa, oké, oké. Dit is goed. Dit is goed. Verboden hoor. Je bent alweer binnen? Ah, ik ben weer binnen. Oh. Ik ben weer binnen. Hoe staat het bij jullie? Ja, niet zo lekker. Oh. Ik ben ook binnen. Ja, ja, zo lekker. Het was net als een ongeluk in het schijk nog. Ja, maar dit gaat maan erin. Ja, nee, dit gaat goed, want het loopt af. Een beu- nee! Ja, maar dit ligt elke keer! Ja. Vier, ja. Ik vind het wel dat die blijft liggen. Twee! Oh. Nee, zo sad. Oh, jongens. Oeh. Dit is goed, ik klim weer omhoog. Ik klim weer omhoog. Ik denk Egbert, ik weet niet of Egbert deze gaat winnen. Ik denk komt nog een ronde. Ik denk dat Marije deze oppakt eigenlijk. Ja, easy. Maar Puk is echt vrij constant door dat tweede potje. Puk is lekker bezig. Wordt ze speculeren, hè? Dat voelt niet zo goed. Ja, er wordt gespeculeerd. Dat voelt niet zo goed. Ja, er wordt gespeculeerd. Dat vind ik niet zo fijn. Dat is fijn. Daar heb ik ook nog echt zenuwachtig. Even naar Puk kijken hoor. Janken die bal. Ik wil mijn naam niet horen, jongens. Ik word daar zenuwachtig. Er zijn positieve invloeden. Puk, alle ogen staan op jou. Zo, niet overhaasten. Zo. Zo, goed. Het is goed hoor. Gaan we zichtig doen. Balans. Heel goed. Heel goed. Gaan we zichtig doen? Zachtikkie. Oh, yes. Ja, die was goed. Die was heel goed. Daniel ook, mooi. Dankjewel jongens, dankjewel. Oeh, ik ben ook binnen. Egbert, wat is deze choke nou? Dit is een enge choke, man. Dit was jou net zo'n mooi puntje, hé. Dit is een enge choke, pak die EHBO-kist op. Maar ook dit is een KPN-topplay, laten we eerlijk zijn. Ja, dit is wel een KPN-topplay. Dit is ook heel knap. Dit is ook echt heel knap. Dit vind ik heel... Ik heb het nog nooit eerder gezien in dit spel. Ik ook, nou, dat is toevallig. Ja, bizar. Hij ging er toch in? Ja, maar jij tikte hem er zelf maar uit. Maar wie heeft hem nou... keeper moment. Hoe kan ik dat überhaupt nog doen? Hoe heeft Marije net gewonnen? Ja, en ik hoop ook niet dat Marije de rijbewijs heeft, want dit is echt gevaarlijk. Oh, jij puntje voor mij. Oké. Okay. Ja, nou wordt het pas spannend. Oké, okay, derde. Of nou, zo. We are for real. Dus dit betekent dat zowel Puk als ik allebei... Ja. Een puntje hebben. Het wordt steeds spannender. Het wordt heel spannend, ja. Hey, dit is wel een bizarre ontknoping, wederom. Niet verwacht. Ja, gewoon, dat is leuk, dat het niet verwacht is. Ja. Ja, precies ja. Heel leuk. Onverwacht. Leuk. Dames en heren, het staat tussen 1-1. Zowel ik als Puk hebben allebei een puntje. Het wordt steeds spannender. Ik vind het heel spannend. Oh god. Ik ook. Is dit? De spanning is om te snijden. Dus met golf, met auto's. Ja, nee, dit had ik door. Nou, we gaan er weer voor. Deze is volgens mij ook weer gaan we kijken. We gaan naar Daniel kijken met z'n allen. Ik wilde net zeggen, niemand heeft het meer over Daniel. We hadden zoveel vertrouwen in. Daniel, kom op, joh. Daniel gaat een comeback maken. Hé, maar... Oh, daar is de mijne. Dit is niet Oh, waarom moet ik opgeblazen? Nee. Dat is zo oneerlijk. Ik duik langs de bal. Dit gaat helemaal fout. Er wordt gewoon gecheat hier. Ja. Iemand besluit in één keer een tactisch nucleair wapen in te zetten hier. Een tactisch nucleair wapen. Oh nee! En wat gebeurt hier nu dan? Oh, we gaan omhoog, jongens. Wat moeten we doen? We gaan nog een stukje verder, ja. Oh. Ja. Jongen. Maar mijn bal is dit nog is beneden. Een best lange map. De bal, oh, de bal. Nee. Maar mijn bal is nog beneden. Oh mijn god. Want je bent zelf naar boven? Nee, dit is een probleem. Oké. Okay. Ik ging lekker. Dit gaat goed. Hè? Jezus. Zo, dit is echt een lange... Ik doe mijn best. Jezus. Maar het is... Zo, oh, niet tegen de boom. Dat is een boom, Daniel. Maar dit is toch ook... Ja, sorry hoor, Daniel, maar dit is wat? Echt... Ik wil jou dit wel eens zien spelen. Dit is fucking goed. Dit is super. Oh, ik ga ergens naar boven, maar zonder bal. Oh nee. Is dit goed? Waar is mijn... Oh daar. Nee. Waar is mijn bal? Mijn bal is toch weg? Waarom? Oh nee. Nee, hè? Waarom de bal? Oh nee! Ja. Hij blokt. Hij doet niks. Kan nog? Egbert, doe het! Egbert! Ja! Hé, maar die Jennifer, toch? Hij zou hem wel...
Toch? Maar niet ver. Nee. Ja, mijn controller deed niks. Hij, hij zat erin, jullie zagen hem erin gaan. Dit not finish. Maar ik geloof niet dat het heel veel... Zat hij erin? Oh, hij zat er inderdaad. Ik kijk naar Daniel. Ik kijk naar Daniel. Daniel. Maar niemand had... Eén iemand had één meer punt. Wie heeft hem erin gekregen? Echt? Ja. Yo. Maar... Onze Jennifer, die was... Ja, die was nog beter. Het ja. allerbeste. Hey, Puk gaat voor die dub, man. Ja. Als Puk deze wint... Easy dub. Wacht nou, niet mijn naam. Ja, oké. Hey, maar die Jennifer, ja, die is e-sporter, ik zweer het. Die zit in een teampie. Die Jennifer, ja, die gaat er lekker raket opblazen. Dat opblazen? Ik vind dat niet cool. Hoppatee. Kom. Oh, je hebt de bal gemist. Oh, oh, oh. Laat die bal maar rollen. Ja. Hop! Ja, Puk is nou. Volgende keer op stream zie je dit daar gewoon. Oh, ja. Ja, die gaat, die gaat. Oh, oh, we gaan, we gaan. Ja, Puk! Wat zit er wel nog in? Nee. Dat kan niet. We hebben een winnaar, hoor. Nee. Ja, dat is hey, dit oh, zijn jullie lief, jongens? Ik voel jullie liefde. Ik voel jullie liefde. Maar dit betekent dus dat Egbert, Daniel of Marije eruit gaat, hè? Ja. Besef je die wel? Wacht even, het is nog niet klaar. Jongens. Volgens mij is het nog niet klaar, hoor. Het is nog niet klaar, maar... Nee, maakt niet uit. Laten we maar even in de illusie. Dankjewel. Yeah. Nee. Oh. Maakt niet uit. Okay. Ik ben nog één finish dit keer. Ja, lekker man. Hoe staat Jenny Freight boven mij? Ja, dat is niet oké. Okay. Ik moet het nog maar even waarmaken. Ik dacht dat het al klaar was. Nee. Nog één race. Oh, zo Puk wordt nu laatst, kan alles nog gebeuren. Nee, het is klaar, joh. Het kan allemaal. Ja, het is al klaar, maar... Nog één ronde, jongens. Het is wel hard hoor, Puk. Ja, maar dit is toch niet meer in te halen? Hè? Alles is mogelijk. Dat heb ik al geleerd bij Legends of Gaming. Wacht eens even. Oh, gaat dit goed? Wacht eens even. Oh, okay. We zijn weer terug. Ja, ik ben erin. We zijn weer terug. Dit is een probleem. Oh, dit is een probleem. Dit is een moeilijk mappie. Dit is een lastig mappie. Jij hebt voor mij gefinished nog. Ja, maar dat gaat niet heel veel meer uithalen, ben nee, ik bang. Nee, maar ik ben derde, dus niet... Leuk spel, hè? Dit is een lekker leuk spel. Echt een leuk spel. Ik hoop dat Jennifer het ook leuk heeft. Ik denk dat ik met 1 punt win, maar ik weet het niet. Ik denk het wel. Ja, ik wil het even zien voordat ik durf te juichen. Even kijken. Oh. Wacht eens even. Ja! Ja, dat ben ik! Ja. Heel mooi, Puk. Heel mooi. Woe! Oh, wat fijn. Ik had hier toch andere verwachtingen van. Oh, ik ben gewoon safe. Ja. Sorry. Zo frustrerend als je zeg maar niet heel goed bent, maar ook niet heel slecht. Ja. Dan kan je beter gewoon heel slecht zijn. Ja, precies. Maar dat betekent dat Puk dus nu 7 is. Ja, 2 puntjes. Ja. En wij gaan tegen elkaar opnemen. En niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen een nieuwe mystery guest. En wij gaan afvallen. Eén van ons in ieder geval. Ja, één van jullie drie. Eén van ons moet weg, ja. Dat is wel belangrijk om te zeggen. Dat is gegarandeerd, ja. Ja. Elimination zone. Dat is anders dan een danger zone. Ja. Want nu gaat er sowieso één van ons drie weg. Want de mystery legend, die kan er niet uitgespeeld worden. We gaan het zien. In de volgende aflevering. Volgende aflevering. Ja. Be there. Wie denk jij dat er gaat winnen? Wie denk jij dat de nieuwe mystery guest gaat zijn? Laat het weten hieronder in de comments. En check zeker ook nog even de Insta-pagina, want we gaan weer hele vette dingen weggeven. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te liken, vergeet niet te commenten. En dan zien we jullie bij de volgende video in de Elimination Zone. Tot dan. Doei.